Allereerst wil ik jullie feliciteren met jullie verloving of met jullie keuze om geregistreerd partners te worden. Maar met deze nieuwe stap in jullie leven komen er ook keuzes. Misschien willen jullie hier trouwen in het mooie stadshuis of ergens anders in de gemeente Harlingen. Maar naast die keuze moet je ook beslissen wie jullie trouwambtenaar wordt. Misschien ben ik wel de juiste keuze voor jullie. Ik ben Janke Papma en als jullie op zoek zijn naar een informele ceremonie met een tikje humor, dan ben ik de juiste keuze. Ik ben benieuwd naar jullie verhaal, waarom jullie hebben besloten om te gaan trouwen of waarom jullie geregistreerd partnerschap aan willen gaan. Ik ben iemand die sociaal is en enthousiast en daarom kom ik heel erg graag bij jullie langs voor een kennismakingsgesprek. Op basis van deze informatie kan ik dan een persoonlijke speech schrijven. Een speech die echt om jullie draait en om jullie liefde voor elkaar. Want hopelijk wordt dit, tenminste, één van de mooiste dagen uit jullie leven. En hebben jullie bijvoorbeeld al nagedacht over de getuigen? Want ook zij mogen een hele belangrijke handtekening zetten. Ik kan in het Nederlands, Fries en Engels voor jullie speechen. De keuze is aan jullie. Ik ben er in ieder geval heel graag bij en ik vind het een eer om jullie ceremonie te mogen voltrekken.